waar wij zelf bij LinkedIn ook naar kijken, is mensen die een growth mindset hebben. Ja. En waarom is die growth mindset zo belangrijk? Voor mij is de kern van het hebben van een growth mindset is, niet dat kan niet of ik kan dat niet, maar het woordje nog hoort daarbij. Dat kan ik nog niet of we, dat kan de organisatie nog niet. Dus ja, de instelling is heel belangrijk. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered bij Hello Maas en Frank Watching. Deze week deel 2 met Marcel Molenaar, de LinkedIn-baas van Nederland. In het tweede deel praten we over de toekomst van het agency-model, CMO's en Marcels visie op het hybride werken. Heb je deel 1 nog niet geluisterd? Marcel deelt alle ins en outs over LinkedIn. Veel luisterplezier. Hey, ik wil even een zijsprongetje maken naar het agency model. Want we hadden het net al eventjes over dat de marketing supersnel veranderd is. Maar eigenlijk de manier waarop vooral in het verleden natuurlijk het agency model heel goed werkte met grote campagnes, waar grote budgetten zijn met lange doorlooptijden. Ja, die wereld is natuurlijk enorm veranderd. Het is snackable content, om maar eventjes een beetje een rare term te gebruiken, is natuurlijk heel erg belangrijk. Het is always on, het is interactief. En je ziet dat het agency model daardoor best wel onder druk staat. En sommigen zeggen zelfs dat het agency model niet meer past of dood is. Wat is een beetje jouw mening daarover? Als je ook kijkt met wie jullie business doen. Zijn het veel meer brand direct? Of hebben de agencies er nog een rol in? Of zit je juist zelfs misschien wel meer in management consulting firms? Nou, ik geloof absoluut in het agency model. Dus wij werken vaak in de driehoek tussen zeg maar ons platform, agency en de klant. Ik denk wat de grote uitdaging is, en dan gebruik ik weer even een analogie, en dat is de analogie van het orkest. Als je 20 jaar teruggaat, en misschien 25 jaar terug, dan zag je eigenlijk dat de rol die de wat meer traditionele agencies innamen, die zeiden, wij zijn de dirigent, maar ook degene die de instrumenten bespelen. En dat was eigenlijk heel goed te doen. Want in zo'n orkest, dat was een jazzorkest met misschien 5-6 muzikanten. En de agency was perfect geëquipeerd om eigenlijk zowel de drums als de gitaar, als de trompet, et cetera, te bespelen. En de klanten zeiden eigenlijk, daar hebben we eigenlijk niet zoveel verstand van. Nou, weet je wat? Dit is wat we willen. Vooral meer klanten, meer omzet, et cetera. Zetten jullie dat op papier en maak dat muziekstuk, et cetera, et cetera. Nou, wat je nu ziet is eigenlijk dat onder invloed zeg maar, van het toenemen van de mogelijkheden en dus de vergroting van het orkest, eigenlijk de regierol de allerbelangrijkste zou moeten zijn voor agencies. En daar zie je toch wel een klein beetje een soort splitsing. Je ziet bureaus die eigenlijk proberen en misschien nog wel tot op de dag van vandaag proberen om ieder orkestlid wat erbij komt, zelf ook vooral volledig te masteren, zou ik maar even zeggen. In plaats van heel duidelijk die regierol te pakken en te zeggen van luister, er zijn heel veel instrumenten, hè, maar dat maakt niet de symfonie. De symfonie wordt gemaakt door de dirigent. De dirigent die dat afhankelijk van jouw wensen op papier zit en ook dat allemaal orkestreert. En dat is eigenlijk wat er is gebeurd bij de agencies, is dat als je ziet waar klanten behoefte aan hebben, is die hebben tegenwoordig best veel kennis van, en best veel is misschien een understatement, maar die weten heel goed hoe ze hun marketing moeten bedrijven, wat hun doelstellingen zijn, wie hun klanten zijn, nou, et cetera, et cetera, et cetera. Maar wat ze zoeken is een sparringpartner. Iemand waarmee ze op niveau kunnen praten over de doelstellingen die ze hebben en hoe die zo goed mogelijk te vertalen zijn naar die orchestratiefunctie. Ja. En dat betekent automatisch dat als er, we hadden het er net al over, is er dan een nieuwe tool of is er een nieuwe techniek, et cetera, dat die klant erop kan vertrouwen, dat wel of niet onderdeel is van die oplossing, hè, want dat zijn in feite uiteindelijk de knoppen, maar dat de agency precies weet, hè, maatwerk, wat heeft die klant in deze situatie nodig en ook in welke fase zit ik als bedrijf en wat heb ik nodig. Ja, maar is dat überhaupt al mogelijk? Want wat ik zie ook binnen Hello Masters is dat je
En bijvoorbeeld laatst hadden we de CMO van bol.com of ook iemand die head of studios bij Albert Heijn. En die kiezen er allemaal voor. En ik heb echt veel CMO's die ervoor zeggen, joh, wij zijn echt flink geïnvesteerd ook in het kader van digitale transformatie. Om toch echt flink te inhousen. Juist om die strategische functie neer te zetten. En dat je ziet dat het punt wat jij net heel terecht aanbrengt van ja, de rol van agencies is inderdaad die spanningspartner te zijn. Maar omdat het landschap zo verbreed is en ook zo snel evolueert, ja, kan je dan eigenlijk wel, dan ga je eigenlijk meer op zoek naar skills en mensen die bepaald soort dingen heel goed kunnen. Hè. Dat zie je ook wel terug in het agency-model, dat het nu steeds meer versplintert in specialisten-agency. Dus iemand die kan bijvoorbeeld, die weet alles van nou, bijvoorbeeld social media of misschien daarbinnen nog wel alles van LinkedIn. Maar dat het eigenlijk bijna niet meer mogelijk is om in zo'n soort van full-service model te werken. Wat natuurlijk wel 10, 20 jaar geleden het bag is. Dus het is best wel een interessante verandering. En je ziet uiteindelijk ook, wat mij wel opvalt, is dat ook, zeg maar, je had het net over tenure van CMO's. Maar je hebt ook wel dat je ziet dat de tenure van mensen die bij agencies werken ook steeds korter wordt. Hè? Dat ook steeds evolueert. Ja. En dan als je dat ook weer ziet met de hele snelle groei van het freelancen. Zie je dat bijvoorbeeld ook terug op het LinkedIn-platform? Dat LinkedIn is natuurlijk altijd een beetje gestart, tenminste in mijn optiek, als een platform wat heel erg gericht is op van ene baan naar de andere baan. Maar je ziet dat toch ontzettend veel mensen, vooral in de jongere generatie, maar ook wel echt in de 40 en de 50ers, die zeggen van joh, ik wil gewoon zelf bepalen voor wie ik werk, hoe ik werk en wanneer ik werk. En vooral denk ik nu omdat we allemaal digitaal kunnen werken. Die er dan toch voor kiezen om ja, freelance of in ieder geval vanuit een eigen bedrijf te gaan opereren. Zie je dan ook dat het LinkedIn-platform zeg maar een beetje ook in de future of work gaat modelleren? Of zie je toch nog wel steeds van nou, er is ook wel heel veel behoefte om gewoon voor die vaste banen en daar zeg maar een stramien voor te bieden? Nou, nee hoor, ik denk, je hebt daar helemaal gelijk in. Dus die trend zien wij ook. Hè. Dus we zien heel duidelijk, hè, er wordt altijd heel mooi gesproken over digital nomads. Hè. Dus dat zijn mensen die zeg maar los van plaats en tijd kunnen werken en waarde kunnen toevoegen. Kijk, wat ik heel erg onderschrijf aan dat model, en dat onderschrijft ook eigenlijk net een beetje mijn orkestanalogie, is dat op het moment dat je het nodig hebt, hè, dan moet die persoon daar zitten. En op het moment dat je hem niet meer nodig hebt, en dan hoeft hij daar niet te zitten. Hè? Dus dat kan ik me alles bij voorstellen. Maar je hebt wel een soort kernteam van mensen die je nodig hebt in-house om een aantal zaken te doen. Dus dat onderschrijf ik helemaal. Overigens zie je dat ook de agencies dat model hebben geadopteerd. Met name de B2B of wat wij noemen wat meer de independent agencies. Die kijken heel duidelijk per klus, per klant. Wat is hier het meest optimale team? Dus dat onderschrijf ik helemaal. Maar wat ik ook zie, is dat klanten heel erg behoefte hebben, en daarom zei ik dat net, om te zeggen, oké, ik weet dat er allerlei tools zijn, allerlei knoppen, ja, maar dat genereert ook allerlei data. Hè? Ja. En hoe maak ik nu, populair gezegd, chocola van al die verschillende datapunten, hè, om die zeg maar te plotten op de strategie die ik had, en wat kan ik daaruit lezen? En daarin zoeken ze heel duidelijk iemand die dat bij elkaar kan brengen. Ja, absoluut. En als ik voor het LinkedIn-platform spreek, dan zie je heel duidelijk dat zeg maar, de data die wij genereren met ons platform, de insights die we daar vandaan halen en presenteren binnen onze Marketing Solutions dashboard en ook soms custom maken, Dat zijn nou precies zeg maar de onderdelen die door klanten heel erg gewaardeerd worden. Hè? Anders dan het feit van hè, waar zit die knop, hoe zet ik dat aan, et cetera. Ook belangrijk. Ja. Maar het gaat toch met name over, en ja, de rol van de CMO als salesverantwoordelijk is, wat is de ROI daarvan, wat voegt dat toe hè? En hoe kan ik dat aantonen? Dus daar zit met name, ook voor agencies denk ik, een hele belangrijke rol. Om echt een beetje dat geweten te zijn van die klant op dat vlak. Ja, precies. En ik denk dat wat je eerder ook al zei, dat vind ik zelf heel sterk van het LinkedIn-platform, vooral voor B2B-segmenten, is dat je enerzijds natuurlijk de kwaliteit van überhaupt wat er gebeurt op het platform is heel hoog. Daarnaast heb je eigenlijk ook een soort van hele journey
van een persoon. Niet alleen maar van wat doen ze professioneel, zeg maar, qua resume. Maar juist ook van hoe interactief ben je. Vervolgens, wat is de kwaliteit van je netwerk? En wat is de kwaliteit van die engagement daarbovenop? En dat kan je natuurlijk heel mooi, kan je dat volgen. Waardoor je veel meer getarget ook die outreach kan gaan doen. Waarbij veel minder dat spam plaatsvindt. En je ook, vind ik, een heel mooi samenhang kan doen tussen paid, earned en owned media. Wat je nu ziet, waar Facebook best wel onder druk staat nu. Omdat je bijna eigenlijk door dat algoritme je owned media bijna niet meer zichtbaar is. Dus dat is wel een, vind ik zelf heel sterk, vooral voor B2B marketeers. Maar goed, we zitten al een tijdje te praten. Ik denk dat wij nog wel zeker een half uur door kunnen praten. Maar ik wil ook nog even toe naar een aantal essentiële vragen. En vooral ook, je hebt natuurlijk zelf enorme rijke ervaring in marketing en sales. En nu vanuit LinkedIn zie je natuurlijk ook heel veel data hoe andere marketings werken. Mm-hmm. Als je zeg maar zelf een B2B marketing team zou bouwen. Hè, want het is heel actueel. Vooral met het insourcen, met het always-on marketing. Met het feit dat je toch best wel hele specifieke kennis moet hebben die heel snel itereert. Stel in een blue sky scenario. Welke skills zou jij inhousen? En welke skills zou je zeggen van, god, dat zou ik eigenlijk op een flexibele manier willen inrichten. Als je een B2B CMO zou zijn. Ja, ik denk wat een van de allerbelangrijkste dingen is, en dat is tegenwoordig trouwens, gaat dat eigenlijk al een stuk makkelijker, omdat het, ik zou zeggen, bijna by nature is. Maar waar wij zelf bij LinkedIn ook naar kijken, is mensen die een growth mindset hebben. Ja. En waarom is die growth mindset zo belangrijk? Voor mij is de kern van het hebben van een growth mindset is, niet dat kan niet of ik kan dat niet, maar het woordje nog hoort daarbij. Dat kan ik nog niet of we, dat kan de organisatie nog niet. Dus ja. De instelling is heel belangrijk. Dus dat is dat staat voorop. En verder zou ik zeggen dat als je kijkt naar de disciplines, en dat heb ik volgens mij ook wel in je podcast voorbij horen komen, is dat als je het hebt over wat ze dan zo mooi zeggen, growth hacking, hè? Dus op welke manier kan je je verschillende kanalen zeg maar, het meest optimaal inrichten. Ik zou een heel sterk team bouwen van een aantal kerndisciplines die echt belangrijk zijn voor jouw organisatie. Dus wat bedoel ik dan? Bijvoorbeeld, ik denk dat het onontbeerlijk is om mensen te hebben die vooral op creatief vlak, maar met de technisch-inhoudelijke kennis, hè, dus die twee wel gecombineerd, zeg maar, dus creativiteit en techniek, om dat in-house te hebben. Dus dat is heel belangrijk, omdat dat gaat over de vertaling van je waardepropositie online. Ja. En dan, denkende vanuit het customer convenience perspectief, dus op welke manier willen jouw potentiële klanten en jouw klanten met jou interacteren, dat je, als je dat in kaart brengt, hè, dat kan je best wel whiteboarden, dat je zegt, oké, daar heb ik een aantal kerndisciplines. Dus op het moment dat dat via social is, dan is dat een belangrijk onderdeel. Op het moment dat dat via de telefoon is of via e-mail marketing of misschien traditioneel, hè, dat zijn een aantal van die kerndisciplines die ik op dat vlak op zou zetten, omdat die heel erg uitgaan van, zo willen kennelijk onze klanten met ons interacteren. Ja. En niet onbelangrijk, en dat zie je eigenlijk in vrijwel alle organisaties wel, maar je hebt zeker behoefte aan een aantal mensen op het gebied van data en insights. Dus het echte verhaal tussen wat mensen zeggen dat ze willen en zeggen dat ze doen, maar daadwerkelijk wat ze ook doen, daar zit soms een heel groot gat. En ik ben ervan overtuigd dat de data heel vaak het echte antwoord geeft. Maar dan moet je wel die mensen in huis hebben die ook kunnen laten zien op basis van die data. Hè. Er zijn hele mooie voorbeelden van grote reissites die heel duidelijk via wat ze dan noemen een coinflip. He, die gaan niet een uur zitten vergaderen over het feit of een bepaald image werkt, of dat een bepaalde kleur werkt. He, die zeggen gewoon, we doen een coinflip. 500 mensen krijgen de komende 10 minuten krijgen dit te zien, 500 andere mensen dat.
Wat is het interactieverschil, het conversieverschil, et cetera. En dat is volledig geautomatiseerd en dat vertelt het verhaal. Ja, absoluut. Dus ik denk dat dat zeg maar voor mij een aantal van die bouwblokken zouden zijn. Ja, helder. Ja, we hadden een tijdje terug ook pre-COVID wel de CMO van TUI. En die heeft precies dat model ook inderdaad geïmplementeerd. Want het is voor hun gewoon cruciaal. Omdat natuurlijk die marges op dat product relatief laag zijn. Dus dan moet je ook wel dat neerzetten. Maar wat ik heel interessant vond aan je... Kijk, je hebt enerzijds gewoon skills, maar anderzijds ook mindset. Hè? En een growth mindset. Heel belangrijk inderdaad. En wat ook mooi vind, is dat je eigenlijk in plaats van je big band, waar ik net over had, dat we eigenlijk veel meer naar een soort van jazz trio gaan. Hè? Van eigenlijk mensen die een soort van complementaire instrumenten spelen. En die ook heel erg moeten improviseren. Hè? Dus het is niet alles van music sheets afleveren, maar gewoon een beetje flowen en op elkaar reageren. Wat dan maakt dat er een melodie ontstaat die tot een... En in die analogie is het ook nog wel interessant om je te bedenken dat vaak de meest briljante composities komen uit jam sessies. Ja. Die staan dus niet zomaar op papier. Die zijn gekomen. Hè, er zijn beroemde voorbeelden van de Rolling Stones en een aantal andere bands die eigenlijk uit hun jam sessies, met name de nachtelijke jam sessies, waar de grootste hits uit naar voren kwamen. En dan kom ik gelijk op een belangrijk punt. En daar heb ik ook meerdere marketeers over gehoord die zeggen, wees niet bang om af en toe gewoon ook te doen. Doe dingen. Ja. Zet daar wat resources achter, wat geld achter. Want op het meest minimale niveau ga je dingen leren. Hè, dat moet je natuurlijk wel borgen. Maar dat is soms heel frappant. Dus wat je dan ziet is dat op het moment dat je misschien iets voor het eerst doet. Ja, je kan daar heel lang over vergaderen met z'n allen. En dan ga je het doen. En dan moet het ook in één keer lukken. Ja, steeds meer bedrijven die zeggen, wij creëren een soort zandbak, zal ik maar even zeggen. In die zandbak, daar allokeren wij budget voor elk kwartaal. En wij gaan kijken of binnen die zandbak, waarin we gewoon spelen, of daar dingen uitkomen die we later eventueel zouden kunnen opschalen. En dat is gewoon door te doen. Ja. En dat is dus, analoog naar wat ik net zei, de jam sessie, is, ja, dat moet je dus ook gewoon af en toe doen. Ja, veel fast en veel forward, hè? Zeggen ze dat in Silicon Valley. Het is niet vanwege de moderniteit daarvan, maar dat betekent, ja, je kan heel lang praten over, ja, wat zou een bepaalde videoserie doen voor onze audience, of et cetera, et cetera. Maar je kan het ook gewoon doen. Ja, absoluut. En dat is denk ik ook het leuke van hoe we nu kunnen werken, dat je niet meer in die ellenlange vergadering hoeft te zitten met 28 mensen moet gaan... stakeholder management doen. Maar nu dat je inderdaad gewoon met een kleinere groep, met mandaat en met data, ja, dan kom je er vanzelf uit, waardoor je veel meer tijd hebt om te doen en te leren. Ja. Dat is misschien ook een goed bruggetje naar nog een vraag. Hè? Een beetje brede vraag ook. Mm-hmm. Maar we horen natuurlijk heel veel over de future of work. Hè? En we zitten zijn we eigenlijk al in een soort van geparachuteerd door COVID. Hè? Er is nu is Nederland weer open. We mogen weer naar kantoor. Mensen zijn echt helemaal blij dat je weer kan netwerken en met fysiek ook bij elkaar kan komen. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die zeggen, nou, ik ga echt niet 5 dagen per week nog op kantoor zitten. Ik wil een hybride model. Dat is één facet, hè, van de future of work. Maar de future of work is natuurlijk ook veel meer gaan kijken naar hoe werk je met elkaar en hoe voel je waarde met elkaar toe. En wat is dan de rol van offline en online? Hoe kom je dat bij elkaar? Dus ik ben even benieuwd, omdat je natuurlijk heel erg in die online wereld ziet, die natuurlijk enorm geaccelereerd is de afgelopen tijd. Hoe zie jij zeg maar aankomende 6 tot 12 maanden voor je, wat betreft de future of work in Nederland? Ja, daar verschijnt trouwens best veel content over de laatste tijd, omdat iedereen een beetje zoekende is van hoe ga ik dat inrichten. En het zal je niet verbazen dat wij natuurlijk wat dat betreft al behoorlijk ver waren, gewoon als digitaal bedrijf, komende vanuit Silicon Valley, waar het al heel normaal was om te werken, onafhankelijk van tijd en plaats. Maar je kan je voorstellen dat een heel groot deel van de bedrijven echt wel een transformatie hebben doormaken. Ik ken verhalen van organisaties waar letterlijk zeggen en schrijven, tot het moment dat COVID kwam,
eigenlijk niemand van kantoor bij de informatie kon vanuit huis. Daarvoor moesten zij echt op kantoor zijn. Ja. Dat kan je niet vertellen, maar dat gebeurt. Ja. Dus dat is een enorme struggle. Ik denk dat er een paar dingen zijn die daarin belangrijk zijn. Wat wij zien is dat de connectie, dus tussen mensen, wij zijn als mensen zijn we sociale dieren. Ik ben er absoluut van overtuigd dat het kantoor of de plek waar je samenkomt, die blijft. En dat heeft alles te maken met, zoals Simon Sinek laatst heel mooi zei, op kantoor gebeuren de mooiste dingen tussen de meetings door. Hè? Dus op het moment, en dat is ook wel de toevalligheid, serendipity noemen ze dat wel. Hè? Ja. Je loopt door kantoor, je komt iemand tegen, zegt hoe gaat het met jou? Ja, eigenlijk wel goed, maar ik ben wel bezig met dit en dit. En er ontstaat een gesprek, nou, et cetera. Ja, absoluut. Je ziet heel duidelijk, en dat zie je ook bij ons bedrijf, dat mensen als nummer één reden die ze zeggen, waarom willen zij terug naar een plek waar ze samenkomen, dat is vanwege die interactie en die sociale component. Dus dat vinden ze heel belangrijk. Tegelijkertijd zeggen ze, nou, deze hele transformatie heeft me eigenlijk ook geleerd hoe fijn het is om bij focuswerk niet afgeleid te zijn. Ja. Dus om heel duidelijk thuis te werken op bepaalde momenten, misschien 2 van de 3 dagen, waarin ik en virtueel meetings kan doen, maar ook gewoon vooral aan de stukken kan werken waar ik aan moet werken. Want als ik heel eerlijk ben, wat ik in het verleden deed was, ik stond 's morgens een uur in de file naar kantoor, dan kwam ik binnen en dan haalde ik koffie. Dan had ik een praatje pot en dan ging ik een eerste 2 uur ging ik mijn e-mail zitten doen. Daarna had ik misschien 1 of 2 meetings. Soms was ik door weer wat opstopping 3 kwartier onderweg om bij een klant aan tafel te zitten. Daar zaten we dan een uur en dan moest ik weer 3 kwartier en dan moest ik bepalen, ga ik dan terug naar kantoor of gelijk door naar huis. Hè? Ja, absoluut. Terwijl die klant misschien ook wel denkt van, nou, dit kan ook via een Zoom call of via een Teams call. Je ziet dat mensen dat ook wel weer fijn vinden. Dus dat is eigenlijk als je het hebt over naar kantoor. Als je het hebt over waar we ons gesprek mee begonnen, in de toegankelijkheid van wereldwijd talent, is er ook iets heel interessants gebeurd. Namelijk, deze pandemie heeft ons geleerd dat als je talent zoekt voor je organisatie op een bepaald aspect, dan heb je nu meer dan ooit de kans om die te sourcen volledig buiten wat ze vroeger de standplaats noemden. Ja, absoluut. Omdat die standplaats, nou wil ik niet zeggen dat het in één keer zomaar is dat je vanuit de hele wereld allemaal mensen in een team, want nogmaals, die mensen moeten ook af en toe samen kunnen komen. Maar op een wat kleiner microniveau, en dat laat bijvoorbeeld de huizenmarkt zien in markten die traditioneel helemaal niet zo in trek waren, zien we dus dat mensen nu, bijvoorbeeld buiten de randstedelijke omgeving op zoek gaan naar huizen, omdat ze of daar al wonen, en waarvoor hen zeiden ze van, ja, woon je in Groningen, kan ik dan eigenlijk wel in Amsterdam bij een marketingorganisatie werken? Nou, ik durf best te zeggen dat voorheen was het antwoord misschien meteen nee. Hè? Want ja, hoe ga je dat doen met je dagelijkse reizen? En wat je dus nu ziet, en dat is heel goed nieuws, want we hebben al een schaarste aan talent, maar wat je dus nu ziet, is dat die pool enorm verbreed wordt. Want het doet eigenlijk niet meer zo toe waar je in Nederland woont, hè? Gezien het werk wat je doet. En sterker nog, dan is Nederland ook nog klein genoeg om te zeggen van, nou, die 2 of 3 dagen dat ik wel op kantoor ben, kan ik met alle flexibiliteit, kan ik daar prima komen. Dus dat is net win, hè? Want je hebt gewoon inderdaad de commuting time niet meer. En je hebt ook gewoon, in de kenniseconomie, wat natuurlijk, het grote deel is ook van hoe LinkedIn wordt gezet. Dat zijn toch allemaal white-collar workers. Ja, dan gaat uiteindelijk je creativiteit en je productiviteit heeft ook gewoon met je well-being te maken. En als jij 10, 12 uur per week gewoon in een auto zit in een file, nou, daar word je niet zo blij van. En vergis je niet, hè? Als je kijkt naar de freelancers, die geluiden hoor ik ook. Die freelancers die zeiden, nou, om heel eerlijk te zijn, ik was voorheen heel veel reistijd kwijt. Ja, het geven van advies, het doen van coaching sessions of one-to-many sessions. Maar ik ben het nu eens aan mijn klanten gaan vragen. En er zijn klanten bij die zeggen, nou, om heel eerlijk te zijn, een aantal van die onderdelen, of misschien wel het onderdeel, mag je wat mij betreft ook gewoon virtueel doen. Dus je ziet dat eigenlijk bij merendeel van onze klanten, dat hybride is gewoon de default. Ik moet zeggen, dat was eigenlijk al voor COVID, dat mensen ook wel begrijpen van je talentpool is gewoon breder. En het is ook gewoon effectiever. Dus wat mij betreft zie je dat nu ook terugkomen bij
nou ja, gewoon de vaste medewerkers. Maar precies wat je ook zegt, die competenties kun je wereldwijd eraan gaan halen. De challenge daarbij is wel dat natuurlijk de culture fit belangrijk is. Vooral bij marketing zie je ook wel, en daarom heeft Hellomaas een local community gebouwd van freelancers. Omdat je toch, om het merk echt goed te begrijpen, is toch begrijpen van wat is de cultuur, spreek je de taal, begrijp je ook wat er in het nieuws gebeurt. Juist omdat het natuurlijk always on is, is het toch wel prettig als je met mensen kunt werken die dat begrijpt. Maar er zijn ook zat mensen, vooral pre-COVID, die dan zeggen, hey, ik ben zo'n digital nomad, waar jij het net ook eerder over had. Ik kan net zo goed in Portugal gaan zitten. Want daar heb ik gewoon een higher quality of life. Ja. En ik zit relatief in dezelfde tijdzone. Ik begrijp toch wel het land en de cultuur. Dus het is een hele profound change die we nu in het werk zien. Wat denk ik enorm bijdraagt aan naar de health en happiness. Ja. En ook de wealth denk ik wel van mensen. Omdat je gewoon ook een soort van kostenarbitrage kan doen. Van ik haal mijn... Ik doe mijn werk in hoge loonlanden, maar ik woon in een omgeving waar misschien het kostenniveau gewoon wat lager ligt dan in de Randstad. Ja. Naar Drenthe te verhuizen of zelfs naar Portugal te verhuizen. Dus maar nogmaals, ik denk zelfs hoor dat al binnen Nederland dat al een heel groot verschil maakt. Omdat mensen heel anders na gaan denken over hoe ze hun werk inrichten. En soms is het waard om anderhalf uur of een uur misschien te reizen om bij die klant, want die sessie is heel belangrijk en daarbij wil je elkaar zien. Maar nu zie je, en dat gebeurde voorheen natuurlijk een stuk minder, zeg je, maar er zijn ook momenten dat je zegt, joh, laten we even op deze manier overleggen. Want binnen een kwartier, 20 minuten hebben we dan de zaken afgetikt die we wilden aftikken met elkaar en kunnen we weer door. Nou, en ik denk dat dat dus, uiteindelijk gaat zich dat wel in de praktijk laten zien. Ja. Nog even een vraag ook over networking, hè? Want we hadden ook ter voorbereiding van deze podcast, hebben we ook op onze LinkedIn-pagina van Hellomaas een aantal vragen gesteld, hè, van... Ja. Daar wil je graag dat Marcel over spreekt. En heel veel mensen willen toch wel weten van de rol van LinkedIn in het networking. Want enerzijds zag je ook wel tijdens corona de enorme rise. En misschien nu ook wel een beetje de fall van Clubhouse. Hè, toch de behoefte voor mensen om bij elkaar te komen. En heel laagdrempelig gewoon over allerlei onderwerpen. Heel veel werkgerelateerde onderwerpen te praten. Dat is natuurlijk een deel van netwerken. En je ziet op LinkedIn is toch vaak een beetje asynchroon netwerken. Ik stel een post en dan kijk ik wat ik terugkrijg. Dus niet altijd vaak real-time. Hoe zie je zelf zeg, de rol van LinkedIn in de noodzaak om te netwerken? Want ik denk wat je terecht zegt, mensen willen ook gewoon fysiek bij elkaar zijn. Dus anderhalf uur ergens naartoe rijden is de moeite waard. Maar als je dat één keer in de 2-3 maanden doet, dan wil je natuurlijk een soort van dat vast laten houden. Zijn er bepaalde ontwikkelingen binnen het LinkedIn-platform die toch die behoefte tot te netwerken en met elkaar te delen misschien binnenkort gelanceerd worden of misschien meer aandacht gaan krijgen? Nou, dat is grappig dat je het zegt, want een van de zaken die versneld is uitgerold op LinkedIn is LinkedIn Events. Dus dat is een tool waarmee je dus heel duidelijk zeg maar de meetings die je normaal in person had nu als event op LinkedIn kan aanmaken. En wat we dus zagen, inmiddels hebben geloof ik al zo'n 30, 40 miljoen mensen hebben een LinkedIn event bijgewoond, wat aangemaakt is door een bedrijf. Het grote voordeel daarvan is, als je kijkt naar een van de allerbelangrijkste redenen waarom mensen netwerken en naar een event gaan, is omdat ze in contact willen komen met andere mensen die daar komen. En de feature die we hebben ontwikkeld met LinkedIn Events, waarbij je dus dat event kan koppelen aan een livestream of een webinar of et cetera, is dat je natuurlijk heel dicht zit op je netwerk qua invites en je kan ook zien wie daar is, et cetera, et cetera. Hou me ten goede. We hadden het net over de toevalligheid, hè, de serendipity. Ja, natuurlijk. Dat is super belangrijk en daarom komt dat ook terug. Mensen gaan ook naar netwerkevenementen. Omdat ze daar verrast willen worden, mensen tegen willen komen die ze misschien niet op de gastenlijst zagen, toevallige ontmoetingen, de hele dynamiek van bij elkaar zijn. Je ziet ook, ik zie nu al op LinkedIn dat mensen de eerste foto's en video's plaatsen voor een soort herwaardering van het event, zal ik maar even zeggen. Maar de rol die wij daarin spelen, die is eigenlijk niet heel veel anders geworden, als omdat wij als platform nog steeds proberen zo goed als dat kan, zeg maar, die mensen met elkaar te verbinden, zodat ze, zoals ik net al zei, succesvol en productiever worden, dus samen op datzelfde spoor kunnen zetten.
En ja, wat je voorheen zag, is dat organisaties dan soms LinkedIn inzetten, zodat je je heel makkelijk kon inschrijven via LinkedIn op een event, ja, zodat er gelijk wat profielgegevens meekwamen, ja, en we een aantal dingen, zeg maar, on-event hadden. Tegenwoordig zie je dat, mocht je daarvoor kiezen, en dat is al die tooling die we hebben uitgerold, is dat zowel pre-, on- als post-event, zeg maar, je ook zo'n user flow kan maken op ons platform. En met nog één groot voordeel, en dat horen we dus terug van klanten, die zeggen eigenlijk, in het verleden, en dan heb ik het met name over dat hybride model, in het verleden werd mijn event eigenlijk gelimiteerd tot de capaciteit die ik aankon in de fysieke wereld. Dus dat betekent, ik kon een event organiseren en ik kon 400 mensen in een theater ontvangen, en dus maakten we een soort selectie van, wie kunnen daarheen komen? Hè? Dus welke mensen willen wij daar in de zaal hebben? Maar die hebben gemerkt, eigenlijk ook als onderdeel van die, ja, een beetje geforceerde digitale transformatie, dat eigenlijk dat helemaal niet meer geldt. En sterker nog, er kwamen allerlei mensen op het event af, en misschien waren het er wel 2 of 3 keer zoveel, waarvan zij zeiden, oh, we wisten helemaal niet dat er zoveel andere doelgroepen ook nog geïnteresseerd waren. En sterker nog, doordat we dat via LinkedIn hebben georganiseerd, hebben we ook nog eens een keer een heel goed profiel gekregen van die mensen, om zeg maar de volgende stappen op te nemen. En we hebben een opname van het event, dus we kunnen ook nog stukjes van wat we daar op het podium hebben gepresenteerd, als kleine snippets, eigenlijk weer herverpakken als content, die we zo af en toe weer op social media kunnen gebruiken. Dus, ja, absoluut. Ja, dus, ja, en ik denk aanvullend op wat je heel terecht zegt, is ook nog het feit dat je in digitale events is er veel meer ruimte voor interactie. Want wat je wel vaak ziet in die grote events en op die grote conferences, is heel erg zenden. En eigenlijk vind ik persoonlijk, past het niet meer zo heel erg in de tijd van nu. Je moet toch een wat opere mindset hebben, doordat iedereen die geïnteresseerd is in je onderwerp, die misschien nog geen klant is of niet bij een feedbackbedrijf werkt, maar toch denkt, nou, ik vind dat een interessant onderwerp. En die dan ook gewoon participeert in de discussie, goede vragen stelt. Waardoor je er ook meer uithaalt, denk ik. Waardoor je ook de rol van, nou ja, participant veel actiever maakt. En dat was denk ik ook wel heel erg in het nu. En niet onbelangrijk, hè? Dus je stelt ook mensen in staat om eigenlijk op een veel makkelijker manier dat ook in te passen, hè, als ze dat schikt, vandaar dat hybride model, om te zeggen van, nou, het lukte mij, het zal me zeker niet lukken om naar Assen te reizen, of naar Zwolle, of naar Hilversum. Hè? Ja. Maar wat me wel lukt, is om de keynotes morgens mee te pakken en 's middags de breakout sessie, die gaat over dit en dit onderwerp. En dat is iets waar voorheen zeg maar, toch wel anders over nagedacht. Je had toch het gevoel dat, ja, het was eigenlijk een beetje binair. Je was erbij of je was er niet bij. Ja, precies, precies. Dus mooie ontwikkelingen. Ja. Hey Marcel, ik heb nog aan heel veel vragen, maar ik ga je nog eentje stellen. Ja. Want ik proef heel erg uit je profiel. Je hebt een soort van lifelong learning attitude. Want je hebt het over Simon Sinek, Drucker. Ja. Je laat je volgens mij ook heel erg inspireren voor wat er in Amerika gebeurt, of buiten Nederland in ieder geval. En wat je ook ziet binnen marketeurs is natuurlijk, lifelong learning is gewoon eigenlijk instrumenteel om een goede carrière te maken. Dus het maakt niet uit of je LinkedIn-baas bent of je bent CMO bij een groot bedrijf. Je moet je eigenlijk toch best heel nederig als student nog steeds opstellen om ook nog relevant te blijven. Ja. Dus dat is ook echt wel anders. Heb jij toch een paar tips over, nou ja, boeken, cursussen, podcast, ook misschien iets wat niet werkgerelateerd is, waarvan je zegt, goh, dit raad ik aan voor de ambitieuze marketeer. Of die nou 60 is of 20. Maar wat raad je aan? Ja, het kan ook bijna niet anders, maar dat is ook echt zo. Mijn absolute tip qua podcast, die heel erg, zeg maar, op dit vlak ligt, is Masters of Scale van Reid Hoffman. Dus Reid Hoffman is onze founder. Ja. Ik weet niet of jij kent het, maar ik weet niet. Ja, ik ken hem ook. Ik ken de podcast ook. Ja, top. Nou, het is echt een kijkje in de keuken van bedrijven als Netflix, Airbnb, Starbucks, et cetera. Heel vaak marketing, growth hacking georiënteerd. De fases waar die bedrijven doorheen gaan. Het is echt super interessant om die podcast te luisteren. Dus dat is een absolute tip. Kijk, we hebben één heel groot voordeel tegenwoordig ten opzichte van vroeger, is dat alles is digitaal geworden.
Dus alles is ook vrij snel te vinden, zal ik maar even zeggen. Dus, ja. Maar wat er eigenlijk in de basis daarvan moet liggen is eigenlijk een constante nieuwsgierigheid naar wat is dit? Waar komt dit vandaan? Waar gaat dit heen? Waarom is dit interessant? Etcetera. En daar bedoel ik, mee, en dat is eigenlijk iets wat ik, zeg maar, misschien wel een beetje van nature in me heb. Ik wil weten hoe het zit, of ik wil in ieder geval zelf geprobeerd hebben om te kijken van, hoe werkt dit? Dus je gaf net het voorbeeldje van Clubhouse, bijvoorbeeld. Kijk, het interessante is, en nu is het dit platform, maar er zijn heel veel platformen eigenlijk al geweest in het verleden en er komen er nog steeds nieuwe bij. En mijn tip is eigenlijk altijd, zorg ervoor dat je nooit afhaakt. Dus installeer het. Ja. Doe het. Dus praat er niet over, maar ga het doen. Ja. Want zodra je het gaat doen, ga je er überhaupt altijd al iets van leren. En ik ken genoeg mensen die op een gegeven moment zeggen, hè, dan zeg jij misschien tegen iemand, nou, er is nu zoiets leuks, hiermee kan je, et cetera. En dan zegt iemand, ja, nou, ik heb het eerste scherm van mijn, misschien wel de eerste 3 schermen van mijn telefoon al helemaal vol staan. Ik ga niet weer een app downloaden. Dus dat is absoluut tip nummer 2. En het zal je niet verbazen, ik word op heel veel onderwerpen, word ik getriggerd. Ik doe dat natuurlijk vanwege mijn werk, maar ik weet zeker dat dat voor heel veel mensen tegenwoordig geldt. Ik denk dat als jij elke dag een kwartiertje door je LinkedIn-feed scrolt, dat er zoveel aanknopingspunten zijn op basis van jouw profiel versus je connecties, et cetera, dat eigenlijk ook een soort van constant learning triggert. Absoluut ook een tip om dat in een soort van dagelijks gebruik van, hey, what's going on? Wij proberen dat met wat signals te doen. Maar zelfs als je die signals niet hebt, weet ik zeker dat er dingen voorbij komen die, en dat hoor ik eigenlijk alleen maar meer en meer, omdat steeds meer organisaties het belang daarvan beginnen te zien, dat je op allerlei ideeën en inspiratie komt. En dan is natuurlijk de next step, is ook even je erin verdiepen en zeggen, oké, maar hoe zit het dan precies? En dat is dus ook een tip. Ja. Nou, geweldige informatie overload. Ik zit echt een beetje achterover te leunen van, oké, lifelong learning, veel enthousiasme en vooral ook op een plek staan die meer dan ooit midden in de maatschappij staat. In ieder geval in de werkende maatschappij. Ja, absoluut. Dank je wel, Marcel, voor veel openheid, veel eerlijkheid en vooral veel betrokkenheid, denk ik, bij wat je doet dagelijks. Dus dank je wel daarvoor. Ja, dank je wel, Louise, voor de uitnodiging. Ik heb het als heel leuk ervaren. Dank je wel. Super. Als mensen willen connecten, dan kunnen ze uiteraard een LinkedIn-verzoek naar jou sturen. Of zeg je van, nou, volg me maar even, want ik vind het ook heel leuk om eerst te delen. Nee, zoals ze zullen zien, op mijn profiel staat de volgknop prominent. Maar absoluut, en we hadden het net over de context. Hè? Dus op het moment dat mensen connectieverzoek sturen, maar ze zeggen, ja, ik heb de podcast beluisterd of ik heb gekeken. Dan snap ik de context en helemaal prima natuurlijk. Ja, absoluut. Hey, hartelijk dank en we houden contact. Graag gedaan. Op LinkedIn. Ja, dag.